wijn is mijn leven, hè. Maar dat kan ook niet anders. Ik ben ermee geboren en ik hoop er straks ook mee de pijp uit te gaan. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En in die tussenliggende uren droom je erover. Dus wijn is wel mijn leven, ja. Ja. De naam van de hoeve die komt voort uit het feit dat de hoeve een keertje is geschonken geworden aan een stichting. Er was een stichting die wat vroeger de oudere mensen verzorgde, dat was een soort bejaardenhuis. En die stichting die vonden heel veel mensen een goed initiatief en die gingen schenkingen doen. En deze hoeve was de eerste hoeve wat die stichting ten dele viel. En toen kreeg je de naamverandering van Hoeve Louwberg naar de 12 Apostelhoeven. We zijn dus al in 1970 begonnen. Daarmee zijn we het oudste commerciële wijnbedrijf van Nederland. En er werken hier momenteel 3 generaties tegelijkertijd. En dat is natuurlijk wel bijzonder, zeker voor ons land. Dat zelfs in het buitenland komt dat niet zo heel vaak voor, hoor, dat je 3 actieve generaties hebt. En ze zijn alle 3 actief. Van huis uit zijn wij een fruitteelbedrijf. Dus het waren appels en peren, dat was onze core business. Er waren ook nog iets industriekersen bij. En in 1970 zijn daar de wijndruiven bijgekomen. Het wijn maken, dat is natuurlijk een ander verhaal. Je gaat naar verschillende wijngebieden toe, naar topproducenten, je laat het je vertellen. Alleen heel snel kom je erachter dat die verhalen zo verschillend zijn, dat je bijna denkt, ze zijn maar allemaal wat wijs aan het maken. Als je dan zelf mee aan de slag gaat, begrijp je waarom. Want de omstandigheden waarin je die wijndruif dus stilt, dat wisselt continu. We hebben hier eigenlijk een aantal facetten die wat uniek zijn. Die wat je zeker in ons land, denk nergens zult aantreffen. We zijn laag gelegen. De hoeve zelf bovenop de heuvel is 65, 68 meter boven de zeespiegel. Laag gelegen is warm. Een oud gezegde in de wijnbouw is dat je de beste wijngaarden, die vind je het makkelijkste in de wintermaanden. Dat zijn die percelen waar de sneeuw het eerst gesmolten is. Dat zijn de warmste percelen. Een eikpunt voor ons in de teelt van de wijndruiven is 1985 geweest. Vanaf 1985 is bij ons de filosofie betreffende het wijnmaken 100% gedraaid. En dat heeft ermee te maken dat wij vroeger alleen maar met een refractometer door de wijngaard liepen. Dat is een klein apparaatje om het suikergehalte te meten. Tegenwoordig doen we nog maar één ding en dat is de zuurtegraad meten. Hebben we nog genoeg zuur? Kunnen we nog even wachten? Of moeten we gaan plukken omdat we anders te weinig zuur hebben? En dan heeft de wijn geen frisheid, heeft hij geen ruggengraat. Dus zuur is momenteel bij ons het allerbelangrijkste aspect wat betreft het starttijdstip van de oogst. Dat is natuurlijk ja, de klimaatsverandering in één woord. Hè. Dat is onvoorstelbaar. Van de 4 druivenrassen wat we hebben, hè, dus buiten Auxerrois, Pinot Gris en Riesling, hebben we ook nog Müller-Thurgau. 4 cépagewijnen, dus iedere druivensoort 1 wijn. Van Pinot Gris een tweede, uit de vaten, Pinot Gris Barrique. En onze belangrijkste wijn in volume, dat is onze blend, onze QV12. Dat is de enige met dat oranje etiket. En dat is de wijn die wat het meest wegvindt in de gastronomie. Wij beperken ons tot wit en sinds 3 jaar zijn we ook begonnen met mousserend en dat wordt een heel ander verhaal, ook een heel spannend verhaal. Ik denk dat we dat nu al bewezen hebben. We hebben afgelopen jaar een QV12 bruut gemaakt. Ja, die wordt nu zelfs met, op blindproeverijen naast hele goede champagnes gezet, dus dat laat zien dat het kan. Met iedere stok op je perceel ken je eigenlijk in je hoofd. En die ene vraagt dit en die andere vraagt dat. Nou, dat zijn net mensen. De ene moet je wat meer aandacht aan besteden, moet je wat langer mee praten. En de andere die gaat voortvarend zijn weg voor vinden. Want als je mijn handen bekijkt, dat zijn werkhanden. De kwaliteit van de wijn wordt in de wijngaard bepaald voor 95%. Als je van die goede kwaliteit druiven, waar je het hele jaar voor gewerkt hebt en waar je alles voor gelaten hebt, een goede wijn maakt, dan is dat een stukje vakmanschap. Kun je die laatste 5% echter ook vertalen in een betere kwaliteit? Dan wordt het kunst. We zeggen wel eens collega's, wijn maken, dat is het mooiste wat er is. Nou, dat kan je vertellen, dat is geen klote aan. Als je daar in de wijn gaat op je knieën liggen te kruipen, je handen houden ophalen, je stoot je hoofd, dan weet ik het allemaal. Er zijn leukere dingen in het leven, hoor. Daar kan ik wel wat beters voor bedenken. Alleen om die wijn dan te drinken, en zeker je eigen wijn, als dat gelukt is, als dat lekker is. Dat is het mooiste wat er is.